Heeft u ook altijd zo'n last van urenlange ellende van kipfilet snijden of stapels vaat die dagenlang blijven staan? Daar komt nu verandering in. In deze video probeer ik uit wat je kunt doen om het leven in de keuken makkelijker, sneller en leuker te maken. En dat allemaal in ongeveer 5 minuten. Welkom bij What the Hack. Hey hallo en leuk dat je kijkt naar de allereerste aflevering van What the Hack. En in What the Hack ga ik lifehacks uitproberen en vandaag doe ik dat in mijn eigen keuken. En we beginnen met het snijden van de kipfilet. En een lifehack die veel werd ingestuurd is namelijk dat je kipfilet niet moet snijden, maar moet knippen. Dus kijken of het werkt. Nou, in no time een hele kipfilet gesneden, sorry, geknipt. Ik zou zeggen, deze is geslaagd. Andere optie die binnenkwam. De appelboor. Eens kijken of ik er doorheen kom. Nou. Nee. Ik kan deze niet aanraden. Je kipfilet wordt er niet mooier van. En je krijgt ook geen blokjes. Dus deze kan weg. Derde optie is om de kipfilet als een hele kipfilet in de pan te doen. Draaien. Oh. En dan vervolgens met een goede spatel. 6.5 hours later. Het is dus niet. Oh, godverdomme. Het werkt wel beter dan een appelboor. Maar mocht je geen herrie willen met je buren, pak dan gewoon de schaar alsjeblieft. Als echte netwerkende of student of jongere heb je natuurlijk maar één pan in huis. En daar heb ik net mijn kipfilet in gebakken. Maar ik heb wel zin in aardappelschijfjes. Ja, hoe doe ik dat? Oh, godverdomme. Aardappelschijfjes in tosti-ijzer, dat moet werken. Nou, die laten we even staan. En dan gaan we met de aardappeltjes naar de verwarming. Draaien we dus deze vol open. Aluminiumfolie over de verwarming. Dat is handig als je inpak. Om de aardappels goed warm te krijgen, zetten we de verwarming ietsje hoger. Zo, 30 graden. Wow, I sweat. Klein beetje warm hier aan. Ja, het is warm hier aan. Het is snikheet. Dan pakken we ondertussen het laatste attribuut en dat is het strijkijzer. Ook hier aluminiumfolie, niet vergeten. Oh. Eens kijken hoe het staat met onze partjes in de. Oeh. Ik denk met een sausje erbij. Prima. Gewoon patat mayonaise. Deze optie werkt. Hoe ga ik deze draaien? Auw. Nonderpie. Jeetje mina. Nee, vind ik niet lekker. Houd ik niet van. Dus heb je een strijkijzer, gebruik je dan gewoon om te strijken. Tenzij de aardappelschijfjes hier op de radiator natuurlijk helemaal gaar zijn nu. Dit is misschien nog wel de slechtste optie van de drie. En nu komt het moeilijkste, of in ieder geval het moeilijkste, het meest vervelende van het koken altijd. Hier achter mij, de afwas. Wat wou ik graag dat die al af was. Do me a favor, shut the fuck up. En er werd een lifehack ingestuurd. Die heeft te maken met huishoudhandschoenen en een schuursponsje. Dus als je dan de handschoen aandoet en dan het schuursponsje eraan vastmaakt, dan zou je dus je vaat moeten kunnen schrobben met je hand. Dus ik heb mijn schuursponsje, afwasmiddel. Als je niet je hele keuken blank wilt hebben staan, adviseer ik om gewoon niet dit schuursponsje te gebruiken. Of in ieder geval niet in combinatie met de handschoen. Oh, kut, natuurlijk gloeiend heet. Oh. De laatste optie, daarvoor moet je wel eventjes naar buiten. En daar staan wel aarde achter. Dat is namelijk gewoon lekker met de tuinslang, zeker met warm weer aan te bevelen. Ik denk dat het resultaat wel zichtbaar is. Zo. Dus ook de tuinslang kan ik je niet aanbevelen. Dus eigenlijk maar één logische oplossing nog. En dat is gewoon, ik kan vaatwasser kopen.
Vond je het nou een leuke video of zat er een nuttige lifehack tussen die je wilt delen met vrienden? Dan doe dat vooral, stuur hem even door. Ja, niet de hek met het strijkijzer dan. En de volgende aflevering, dan gaan we hacks bekijken over het huishouden in het algemeen. Dus over strijken, het bed opmaken, poetsen, dat soort dingen. Heb je nou een leuke lifehack? Laat het dan even weten in onze stories. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!